Harry, de eerste dag stond je met een trui en nu weer een perfect toernooi. Ja, 2-2. Dus het is super, echt fantastisch. Het was denk ik heel bijzonder om tegen Jeffrey te rijden. Dan lag je mee op de kamer het hele toernooi en dan tref je elkaar in de finale. Ja, dan rijdt hij nog gisteren de snelste tijd. Maar ik voelde me vandaag eigenlijk iets beter dan gisteren. Dus ik dacht, ja, misschien zit het er wel in. En ik voelde me vanochtend eigenlijk echt gewoon super. Ik kwam de baan aan en alles ging zo lekker. Toen heb ik de eerste rit maakte ik nog een kleine fout. Kleine, grote fout. Die rit verloor ik. Maar ik wist wel, ik ben echt sterk vandaag. Ik ga er gewoon alles aan doen en ja, wie weet. En hier sta ik nu in mijn wereldtrui. Dat moet een heel bijzonder project zijn geweest van BMX'en met een blessure naar de baan gegaan en dan beloond met twee truien. Ja, dus ik ben nu eigenlijk 4 jaar bezig. 2 jaar geleden stond ik ook op het WK, had ik 2 keer zilver. Nu 2 keer goud en ja, wie weet wat er nog meer kan komen.